Dit is Den Haag in 60 seconden. De gemeente Den Haag moet een goede analyse maken van de risico's die moskeeën lopen. En als dat nodig blijkt, dienen er maatregelen te worden genomen om de veiligheid van de gebedshuizen te waarborgen. Dat vinden de Haagse Stadspartij en de Islamdemocraten. De 83-jarige Haagse vrouw die tijdens de jaarwisseling werd overvallen in haar huis aan de Parallelweg in Den Haag, wil weg uit de Schilderswijk. De vrouw voelt zich niet meer veilig thuis. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie heeft gisteren de petitie van Ellie Winkel in ontvangst genomen. 26.000 mensen ondertekenden de petitie die pleit voor hogere straffen voor mensen die in het verkeer iemand hebben doodgereden. De gemeente Den Haag zoekt mensen die willen helpen bij het tellen van stemmen. Die zijn nodig bij de provinciale verkiezingen op 18 maart. Die dag zijn er ook nog eens waterschapsverkiezingen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van €50. En tot zover Den Haag in 60 seconden.